zetten. En ja, ik heb mijn koptelefoon op, want ik wacht dat Chrisje dadelijk er wel bij zal springen. Ik heb al gekeken via Steam. Probeerde ik in te loggen met mijn account. Toen zei hij dat hij die kon koppelen, dus heb ik met de originele launcher gedownload. En dan via daar starten we hem. Linksom, rechtsom komt dat toch uiteindelijk op hetzelfde neer, natuurlijk. Ik ga even kijken of we geluid krijgen. Dat krijgen we. Ja. Oh, hier hebben ze ook al een Battle Pass. De Patron Pack, de Luxe Edition. 4000 credits krijg je daarbij. Heb ik nog 150. Ja. Al updates, dat geloof ik wel. Ik heb toch geen idee wat er van dat is. Operation Ashering. Take part in defending the scientific complex of the Waves of Ravengers under leadership of Torben Lindhoff, the founder's best engineer. Nou, laten we daar maar even mee wachten. Ivy. Hey, you got visitors. Go for test drive to greet them. I'm sure they haven't arrived empty-handed. Okay. Oh, Chris is zelfs aan het knokken. Even kijken, wat hebben we hier? Select armored vehicle. Perseus Faction Nomads. Daar van 9, bijna 10 zo te zien. Dan hebben we nog een Leviathan. Clans en Tournament. Oh, dus de clan. Chrisje niet meer in. Pas wel nog. Chrisje die was opnieuw begonnen, dat klopt. Kun ik in het Nederlands kiezen, dan laten we maar gewoon op Annie staan. No rank yet, dat kan kloppen. Factions. Technology tree, oh god. Building. Daar heb ik van alles van in. Storage. Rework badge coupon. Die workplace rent op ons. Pas level 10 met de scavengers. Oh, die zit best hoog in zijn score. 8456. Dat de enige die ik. Battles in mission, battle dan raid, enemy destroyed, average kill per battle. Oh, toch positief. 2,17 gemiddeld. Ik weet alleen niet, kan ik dat hier zien? Nou, historie hebben we niet eens. We hebben niet eens een historie, zo lang geleden is het. Oh, van de garages. Nou, laat maar even. Kistje! Wat even een beetje dus kan. Doe er maar niet uit. Kijk, even om. Oh, jongens, wat naar beneden zetten. Zo. Dat geloof ik wel. Het is een beetje uitgebreid sinds de laatste keer dat ik dit opgestart heb.
Lord. Dan kunnen we gewoon autootjes kopen of ja, parts kopen. Collect Imagined, Expand, Cherish. Ook kunnen we lokken. Oké. Dus je bent toevallig net de eerste dag online dat, het nu, dat er blijkbaar een of ander seizoensgeval bezig is. Ja, ik kreeg al een of andere melding dat ik een testdrijf moest doen, et cetera, et cetera. Oh, dan kunnen we testtracks of zo bouwen. Oké. Okay. Oh ja, market, daar kan ik nog wel iets van herinneren. Wel dit. Enemy of my enemy. Wat is dit? Dat zijn challenges, denk ik. 28 challenges beschikbaar. Meer dan genoeg. Exchange badges. Ivy is ready to share the stock of engineers in exchange. Badge complete weekly challenges to get them. Oké. Okay. Oh ja, daar zat ook nog wat in. Kan ik meerdere autootjes maken? Deze kan opslaan. Dus even remove from garage, nee. Maar dan ga ik deze verbouwen. Dat wil ik eigenlijk ook niet. Oeh, iemand heeft gehoeverd hier. Ik denk dat ik movers ga verkopen. Doe ik toch niks mee. Kun je autootjes opslaan? Rechtsonder heb je zo'n knop blueprints. Ah ja. Oh, hier heb ik er een paar in staan. Waarschijnlijk wel. Of ze nog werken is een tweede. Wat voor rating heeft deze? 8, 4, 5, 6. Waar is die? En welke rating was jij bezig? Momenteel? Ja. Momenteel ben ik op 8.500 bezig, want ik ben een raid aan het doen. Oh ja, maar daar kan ik ook in mee. 8.5. Ja. Ah, kut. Mijne is dodelijk. Oh ja. Leviathan. Battle jongens met deploy to fight other players. Die krijgt ze waarschijnlijk wel gereten. Fuck mij. 24 uur sinds een launch earning copper. Some parts are unwelded. Oh god. Ik wil ook niet meteen een. Ik ga gewoon die eens even pakken, die is lekker licht. Wat is dit? Deurtje zit hier op. Dus volgens mij zijn die hartstikke snel, die dingen.
Dan kan ik die terugladen. Sambal. Ik heb een hele hoop rode dingetjes op mijn blueprints. Rode dingetjes? Als in, je kunt de blueprint niet gebruiken. Ja, ik denk, ik moet het even een keer loshalen en opnieuw vastklikken, lijkt wel. Ja, ze hebben met power ratings en al die shit hebben ze zitten schuiven aan energy ratings. Dus ik had bijvoorbeeld een autootje, dat zat blijkbaar destijds op net onder de 2000 rating. En ik had dat autootje geladen en ik zat opeens op 3500 rating. En ik kreeg het met power niet getrokken en weet ik wat shit er allemaal. Dus blijkbaar was dat destijds heel erg OP. Ja, ik heb hier een autootje van 2500, zeg maar. Ja, ik speel het liefst tussen de 2 en de 3000. Als ik gewoon tegen spelers bezig ben, laat ik het zo zeggen. Hoe kan ik dat verwijderen? Dat is de auto verwijderen. Oh, rechter muisstuts. Ik heb het gevoel dat ik wat mis, maar... Wat zou daar achterop hebben gestaan? Dat is een hele goeie. Ik heb al bij het gevoel dat ik wat mis. Maar dat heeft er meer mee te maken dat ik dan niet raak schiet. Ja, of dat ze er een wiel afschiet of zo. Even kijken, de ability total parts, ja. Hij is nou inderdaad ook omhoog gegaan. Is dat de bracket trouwens? 2 tot 3 of hoe zit die bracket? Nou, weet je wat het is? Hij probeert gewoon jou een beetje met lui ongeveer in jouw klasse samen te gooien. Dus niet echt brackets. Oké. Okay. Maar ik doe hem even gewoon niet zeven. Ik ga gewoon eerst even test eruit doen. Da 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 da. Blauw. Fuel tank, radar. Ik denk niet dat ik deze erop had zetten eigenlijk.
verwacht dat dat iets van zoiets is geweest. Oh, crap. Ah! Ja, die hadden we vroeger op de tank zitten, maar mag ze helemaal niet meer. Oh. Oh, dan kan ik hem net voor het wiel plaatsen. Dat vind ik ook goed. En ik ga ervan uit dat ik hier... Kan ik dat hier zien? Dat kun je niet fatsoenlijk zien, hè? Dat is flauw. Die past er tussen. En ik heb nog ruimte in mijn frames. Bommen. Nou, ik heb alles uitge... afgeslagen behalve de baas. De rest is voor jullie. Waarom mag ik die niet? You can only be placed on the floor or attached to the other frame pieces. Dat snap ik. Dan moet ik het ertussen gooien, maar... Ja, maar mag dat niet. Dus dan zal ik bij structure moeten kijken, denk ik. Deze kan wel. Heb je nog eentje? Kijk, heb ik het toch een beetje kunnen fixen volgens mij. Want ik denk dat het mijn panzer is. Nou, laten we maar even over 7. Nou, battle. Zien we wel wat er gebeurt. Ben je doen gewoon een missie of wat? Ik heb gewoon een battle geduwd. Dan zie ik wel wat er gebeurt. Ja, ik is dood. Dat ging helemaal fout.
Kijk, nu wel nog allerlei killer chests. Daar een heel iets. Oh. Er staat een hele goede paal voor, Dave. Ja, daar kun je niet doorheen schieten, jongen. Sorry, het lag alleen niet aan mij. Zo, Kloos, even kijken. Party! Oentje. Welke dingen gaan we doen? Ik ga even een reetje doen. Jij moet nog een reetje doen. Ik heb twee reeds zo te zien. Ja, ik doe er nog eentje. Ja, daarna mag je er zelf ook nog eentje. Ja, maar ik bedoel twee autootjes in die categorie. Even kijken, waar moet ik nu op drukken? Wacht, join. Ik denk dat het beter dat ik jou join. Jij weet hoe het werkt. Je zit al bij mij in de party. Oh, wacht, promote de leader. Ik wil alleen maar, ik zou even de auto controleren dat er niks van boomachtig iets op de vloerplaat ligt. Want hier gooi je vuur op de vloer. Oh, en dan zeg ik boom. Dus ammo crates aan de onderkant is geen goed idee. Nee. Dat verdoemen. Ik probeer het wel gewoon, het is goed. Ik heb jou trouwens voor zekerheid geliederd. Energy consumption is too high. God. Ja, dat had ik ook met een paar oude belts. Ah, ik heb 14 energy in gebruik en ik breng er maar 13 op. Moet je ergens wat wegsnoepen. Even kijken of die andere... Deze heeft 13 van 13. Oh.
Daar ligt de fuel tank groot. Ah, fijn. Dat gaat er ook niet worden. Als de fuel tank groot ligt, weet ik dat die gewoon niet aangesloten is. Ja, daarom. Maar die zit aan de onderkant, de fuel tank. Die zit altijd aan de onderkant. Dus ik pak deze wel en kijk wel even of ik ergens makkelijk een stroom af kan halen. 3, 3 is 6 en 5 is 11. Waar worden die andere 3 dan door opgevreten? Even kijken, power min 40%. Wil dat zeggen dat je 40% minder stroom hebt? Door rupswanden? Niet zozeer minder stroom, maar 40% minder power die van de acceleratie afgaat. Oh, ja, oké. Nee, dan is goed. Ik ga eens even kijken waar de andere stroom heen gaat. Oké, de radar is 1, ja. Dan kunnen we 5, 6, 11. En de radar is 12. Waar zitten die andere twee dan? Gewoon een koeler of zo zijn, gok ik. Oh, ik heb en een radiator en een koeler erin zitten. Oké. Wat is beter, de radiator of de koeler? Het heeft allebei zijn voordelen. Ja, dat weet ik. Maar één van de twee moet ik eraf slopen. Dan zou ik de koeler houden. De koeler houden. Zo, dan zet ik op 13 van 13. Ik heb mijn koeler geüpgraded. Dan gaat de oude koeler eraf. En dan gaat de nieuwe koeler erin. Want die is koeler. Dat is cool. Dat is een coole koeler. Ah nee, je kunt tegenwoordig items upgraden. En jouw koeler die geeft bijvoorbeeld 50% cooling rate en die van mij geeft 71. Oeh. Nou, dan moeten we daar dadelijk naar gaan kijken. In ieder geval, ik denk dat die van mij 71 geeft. Ik weet het niet. Hoe is Falcons? Deze game bestaat inderdaad nog. Maar weet je wat het probleem is? Die shit kost allemaal geld. Ja, dat is niet. Meestal. Ik heb een wapens gekocht in die binnen. Nee. Wauw, zo'n gangetje. Even een paar dagen overbruggen tot aan New World, hè. Dus ik denk, laten we deze game weer eens een keer opstarten, wat ik in het jaar 0 gespeeld heb. Medieval is toch uit vandaag? Ik was aan het kijken voor een andere cabine. Ik heb rupswandjes, ja. Oh,
Medieval Dynasty. Oh, dat is officieel uit natuurlijk, uit Early Access. Dat zul je bedoelen. Hey, die vliegt gewoon. Die hoekers. Cool. Hoekers zijn duur. Ik heb die al lang gekocht, ja. Hier ongeveer 5,50. En ik heb er gewoon 10 van, blijkbaar. Wat van die hoekers? Ja. Ik ben er zwaar over denken om ze alle 10 te verkopen. Ik kom naar jou. Zo, meteen raket op die bandjes, weg ermee. Er zijn er genoeg die ik nog niet heb, joh. Als ik al mijn hoeven verkoop, dan heb ik 5.500. Dan kan ik van die hele coole rubberbanden wel kopen. Zo, die doet ook niks meer. Nee, Far Cry 6 heb ik nog niet gekocht. Die koop ik wel dadelijk. Krijg als goed morgen mijn salaris. Kan ik die mooi kopen. Dat werkt ook. Want die moet
dat het kapot gaat. Last one! They are. Good, mijn. Het einde. Bam, mijn. Wait for the truck to explode. Don't let enemies explode the truck. Waarom niet? Dat gaat toch sneller? Zitten miniguns en rocket launcher zo te zien. Ja. Rocket launcher is voor dat hartspul wel fijn zoals je ziet. Het is recht toe recht aan zeg maar. Niet er dan flink schepen en dan ergens maar op uitkomen. Oh, daar staat hij, bovenop. Kunnen we even wachten met het hele Operation Ashen Rings? Kunnen we vanavond of kunnen we zo meteen met z'n 2 doen? 3 doen? Ja, nee, ik vind het hartstikke goed. Even kijken: Purses level 10, Engineers level 20. Blueprint Exhibition. Oh ja, dat is dat.
Oh ja, we hebben meer founder autootjes geunlocked. Damn, dat spel is duur. Lunatics ben ik 6 schijnbaar. Engineers ben ik 20. Ik weet niet waarom we deze aan het doen zijn, maar... Het zal vast een reden hebben. Oh ja, hoeveel heet die dingen? Die zijn inderdaad redelijk duur, die hoevers. Prettig, hè? Win 2 battles en missions, win 2 raids. En 2 battles en missions of raids using a machine gun, rapid fire, machine gun, minigun, combat laser, buy or sell on the market. 3 daily challenges, 8 daily challenges, 40 daily challenges. Ja, die hebben we compleet in ieder geval. Ik heb maar 28 challenges beschikbaar. Ja. Beter iets dan iets, denk ik dan. Ja. Nou, ik heb er al 14 complete. Ik moet er nog 14. Ja. Nou, die weekly challenge. Je moet voornamelijk kijken naar de daily challenges. Daar zou ik even eerst mee beginnen. En van de andere kant, weet je wat er is? Pascal die komt zo meteen ook online. Die moet ook die daily challenges doen. Ik zou bijvoorbeeld de daily challenge, er zit altijd een daily challenge tussen wat je met een bepaald wapen kills moet maken. Ja, die heb ik nou, miniguns. Ja, die zou ik bijvoorbeeld doen. Even kijken, machine gun, rapid fire machine gun, minigun of combat laser. Die ziet er op zich best leuk uit, dat autootje. Gaan we die maken? Not enough parts. Maar dan mis ik een hele hoop parts. In één keer. Toch voor Panta. Goed idee om kijk voor de cooler te upgraden. Maar ik pak alleen van de huidige of zo. Of alleen wat ik natuurlijk in de storage heb liggen. Wat ik niet heb liggen kan natuurlijk ook niet.
Wat ik heel veel mis. Shotgun zoiets. Dat zijn ook shotguns volgens mij. Dit is een machine gun. Kijk je ook dat in dat parts. Kicklight heb ik toch? En dat uit toch? Oh wacht. Nou, wat gaan we doen? Zeg het maar. Ik heb naar die eten besteld dus. Iets rond 2 jaar 3000? Ja. Waar heb ik die niet opgesluit straks? Daar net. Moeten we dit weer even gaan fixen? Dat was die zooi. Dat kan ik natuurlijk geen. Dat was er 2. Die ook. En die zijn nog duur. Ja, dat is vandaag begonnen voor Sea of Thieves. Ik weet niet welke. Ja, dat is altijd. Het heeft gewoon weer een paar dagen nodig, of een week of zo, voordat dat weg hebt. De subscriptie werden wisten we al, dat was al aangekondigd dat dat lokale prijzing ging worden in plaats van dollars. Daarom snel goedkoper. En daarbovenop is het momenteel ook nog september natuurlijk. Waren we eerder al niet, wat werd teruggerekend daar. $5 werd omgezet en dan hield je wat. Ik weet niet eens of je €4 overhield. Volgens mij niet eens. €3 zoveel was het eerst. Dus wij houden zelfs meer over nu. Ik heb niet hoeveel te kopen. Als we een Nederlandstalige subs hebben natuurlijk. Of Europese subs. Ik weet even niet wat voor ventje ik trouwens gepakt heb. Ja, maar ja, nou zal dat €100 zijn, gok ik. Geen idee. Losing wheels.
Dat klopt. Links van ons lijkt wel te komen. Door slot. Oeh, die heeft heel veel tandjes. Au, 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 niet snel. Hoe is die zoveel sneller dan mij? Maar bed zijn sowieso heel onlogisch om die te kopen. Dat ging niet bijzonder goed, hoor. Nee. Groen zijn trouwens niet meer zo goed zoals ze waren. Nee, ik kom erachter. Ik denk dat ik straks mijn autootje een beetje moet verbouwen. Dat weet ik wel zeker. Bits received. Thank you very much. Yep. Dat is zo. Want dat is 10 cent en je hebt er veel meer voor betaald, feitelijk. Ik leer een bestelling te plaatsen. En dan kreeg een berichtje van: we hebben je bestelling ontvangen. Oeh, dat is ook op tijd. Ja, kun je nagaan. En als je 100 bits weggeeft, dan is het 1 euro. Dus je betaalt gewoon anderhalf keer zoveel. Ruim anderhalf keer zoveel. Het is hier ineens heel druk bij mij. Die mijnen, dan moet je bij de buurt blijven. Ja, die zijn echt een lijp. Ja, de snelheid eruit en daarna is het heel snel afgelopen. Ik was de laatste man staan. Ik heb wonder dat het ineens zo druk werd. Wacht, als we nou allemaal vals gaan spelen, ga ik dat ook doen. Ja, weer een challenge complete. Mooi. Blijf zo nog wel even een paar potjes rondcrossen. Op een eten komt, dan ga ik eten. Ja, daarom. Dus
Totdat jouw reden pas toch later waarschijnlijk, want het is donderdag. Ja, dat is waar. Dan kijk, als jij aan het eten bent, een beetje puzzelen om wat machine guns in een low level te pakken. Live heavy tracks wil ik hebben, jongen, die vind ik zo cool. 1600 hitpoints, gek. 1600. Oh, deze is ook van best ver met 1400. Dat was niet goed, hoi. Oh. Ik had ook niet verwacht dat deze ineens van achter kwam. Ja, de rockets. We hebben gewoon gewend. No pity, ja. No remorse. Maar het heeft te maken door mee, heeft te maken met mijn geweldige spel. Witchcon 2022. Nou, ik weet niet of ik volgend jaar al gekke dingen ga doen. Mm-hmm.